Op 9 juni 2017 is het Telesuur Nationaal Breedbandproject, TNBP, de Klevia gelanceerd. Morgen is het dus precies 1 jaar dat dit project in uitvoering is. Waarnemend directeur Mike Antonius van Telesuur is echter pas gelukkig wanneer dit project helemaal is afgerond. Volgens hem worden de juiste stappen gezet. Ik zou dat ook nog even willen toelichten als het gaat om zeg maar, die snelheden die we leveren. We zijn bezig, we moeten in totaal, om het anders verwoorden, er zijn 2 fasen in het project. Een fase waarbij we een uitbreiding doen van onze centrales naar de kasten die men op straat ziet. En dat deel noemen we fiber to the curb. Curb is dus die centrale en is dus die kast op straat. En in dat deel van het project moeten we 253 kasten installeren. En we hebben daarvan nu 100 geïnstalleerd. Dus daarbij gaat het dus om 30.000 huishoudens. En in totaal, wanneer alle kasten geïnstalleerd zijn, al die MSAN-kasten geïnstalleerd zijn, betreft het 61.000 huishoudens in deze fase. Verder, wat het ook inhoudt, is dat we in totaal, zeg maar zo, voor deze fase in het project 300 kilometer glasvezelkabels moeten plaatsen, zeg maar, in de palen van de EBS, waar we een overeenkomst mee hebben. En rest ons voor deze fase nog 50 kilometer aan te leggen. 12.000 huishoudens maken op dit moment gebruik van de verruimde bandbreedte die Telesuur via het Fiber to Curb FTTC project biedt. Deze verruimde bandbreedte zit nu op 10 tot 20 megabyte, maar Telesuur zal in de toekomst met andere modems op de markt komen met hogere uploadsnelheden. Antonius wijst er verder op dat het telecombedrijf tot nu toe geen cent meer in rekening heeft gebracht voor de verruimde bandbreedte. Hierin zal binnenkort wel een verandering komen. Telesuur werkt ernaar dit project in oktober af te ronden. En we zijn ook voorbereidingen aan het treffen nu voor de volgende fase. Ik gaf al aan 2 fasen. En de 2e fase is Fiber to the Home. En in enkele gebieden, met name gebieden in de greenfields waar er nog geen huizen zijn, daar zullen we beter in staat zijn om tot een huisfiber aan te leggen. En in dat soort gebieden, daar zijn we met de voorbereidingen bezig. En de start van Fiber to the Home moet starten in oktober. Direct na, dus wanneer we klaar zijn met Fiber to the Curb, moet starten in oktober van dit jaar. In die fase gaan we in totaal 2000 kilometer glasvezelkabel aanhangen. En dat betreft voor 17.000 huishoudens. En we werken ernaar om dat op te leveren rond april 2019. Telesuur opereert nog binnen het budget voor de uitvoering van dit project. In sommige opzichten heeft het bedrijf, volgens Antonius, zelf kunnen besparen. Er zijn echter ook uitdagingen geweest bij de uitvoering van dit project, zegt Antonius. Er zijn uitdagingen met name om aan de palen te komen. Het is niet alleen een uitdaging voor ons, het is ook een uitdaging voor EBS. Maar we hebben goede manieren gevonden om ook daarvoor gepaste antwoorden te vinden. Waardoor we zeg maar het project geen, er is een korte stagnatie geweest, maar waardoor we de voortgang van het project niet in gevaar laten komen. Wat ook een uitdaging is, zijn de permen. Veelal hebben burgers de opvatting dat zeg maar, het terrein voor hun omrastering van hun is, omdat ze het onderhouden. Maar dat is eigendom van de staat. Dus het plaatsen van de kasten heeft bij sommige buurten best wel voor wat uitdagingen gezorgd. Maar natuurlijk met hulp van de burgervader, zeg ik het goed, de burgervader, daar de DC, daar zijn we in staat geweest om daar gepaste oplossingen voor te vinden. Telesuur waarnemend directeur Mike Antonius. Hij sprak over de uitvoering van het Telesuur Nationaal Breedbandproject TNBP dat morgen precies 1 jaar in uitvoering is.